Hoi. Hoi. Ja, dus ja, oké. Okay. Wat zijn dingen niet bezig? Is Guido niet bezig? Guido is met één computer bezig in de dingen. Nee, die loopt met z'n allen af. Even niet aanzetten. Dat is goed. Allemaal is snel. Hey. Hoi. Ik werd die zaterdag weggestuurd. Want ze waren hier nog heel druk bezig. Ja, maar het is wel heel mooi geworden. Het is hartstikke mooi geworden. Jullie zijn klaar nu gewoon, ja, toch? Zal ik het wat laten zien? Ja, ja? Oké, okay, nou. Dat is de damesafdeling. Allemaal mooie nieuwe collecties binnen, toffe brillen. En ik weet niet zo heel goed, dat is natuurlijk een schande, hoe het nou precies was. Oh. Jullie hebben echt 8 weken verbouwd, hoorde ik net. Ja, ja. Ja. Maar, wat zijn de... Jullie hebben gewoon alles gestript? Alles. Er lag hier een stenen vloer. De muren waren wit, de plafonds waren wit. Het was eigenlijk een beetje, als ik heel eerlijk ben, in de jaren 80, 90 interieur. Het is helemaal opgelost nu. Ja, precies. Ja, ja. Ja, zonder brillen ook. Helemaal te gek geworden. Alles nieuw. Van de pluk de dag hebben ze wat bloemen en planten gedaan. Dat kan helemaal super te gek. En het is allemaal lekker fris, ja. Ons eigen keukentje hier zo hebben. Topgeruimd. Nee, maar daar moet je maar niet kijken, okay. Want het is altijd een zooi. Ah, het ziet er hartstikke lekker uit. Ik zie het al vanaf hier. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat is Heidi, mijn collega. Dag Heidi. Goedemiddag. Ben je blij? Goedemiddag, heel blij. Ja. Hebben jullie ook allemaal meegeklust? Of, ja, ja? Ja, kastjes in elkaar, geschuurd, geschilderd. Nou, dit is ook allemaal strak, hè? Ja, ingericht, schoongemaakt. En ik zie veel zwart, maar ik begrijp dat de baas die houdt ook van zwart. Houden jullie daar ook van? Oh ja. Nou, ik wist trouwens ook niet eens dat jij op de show was, hoor. Echt niet? Nee. Al 25 jaar. Ja, dat is toch schandalig? Ja. Ja. En ik drink een borrel, hè? Oh, echt waar? Dat is Lionne. Dag Lionne. Hallo. Je hebt je jas nog aan? Ja, het is niet zo heel warm hier. Niet? Wel hem even uit doen, hoor, maar... Ik vind het echt prima hier. Ja, dat je van buiten komt wel. Heb je de deur ook nog achter me open gelaten? Ja. Maar dit is... Ja, kinderbrillen. Oké. Okay. Een kinderhoekje en dan kijk ik ook zo leuk zo met die poster. In de mozaïek. Is dat de grote markt, de kinderbrillenmarkt? Ja, ja? Ja, en wij zijn de grootste in Zeeland, durf ik te zeggen. Misschien wel Zuidwest-Nederland, met kinderbrillen. Maar jullie bestaan ook 125 jaar dit jaar. Ja. Dat is, jullie zijn de langst, of de oudste nog bestaande opticien van de stad. Ja? Ja, ik ben niet de oudste. Nee, maar verder nog. Maar, het is wel serieus. Ja, het is serieus wat. Nou, 140 jaar toch? Of is 125? 125 jaar. Ja. En hier hebben we een werkplaatsje. Daar doen we dus brillen maken die kapot zijn en uitgericht moeten worden of afgepast dat zo'n bril ook lekker zit. Natuurlijk ook erg belangrijk. Ja. Want anders staat het op fabriekstand, dat kunnen we niet hebben. Dus dit is het verhaal, ja. Oké. Okay. En een speciale apparatuur om in te meten hoe een bril op een gezicht staat. Te horen vliesafstand en doorbuiging en noem het maar op. Het is niet alleen de sterkte van... Ik zie er alleen maar pinnen uitkomen, maar... Nee, hier zo. Dat gaat hierin. Ah, oké. Een bril is niet alleen sterkte of waar glaasjes in zitten. Het is zoveel meer dan dat. En dat is het verschil tussen ons en, noem het maar op, de rest. Ja. Gewoon net... Ja, nee, serieus. Ja, nee, zeg maar. De afpassing van natuurlijk een bril overal, hoor ik is gewoon veel belangrijk. Ja, net zo belangrijk als dat de sterkte belangrijk is. Nou, moet ziet er niet alleen maar leuk uitzien en lekker zitten. Hier ga je zitten met de klanten. Ja joh, gezellig toch? Zo? Ja? Ja. En dit vind je mooi? Dat wil ik zelf wel willen hebben. Maar wat is het? Ik zie het. Mooi, hè? Ja, dat is heel mooi. Ja, allemaal herenbrilletjes hier zo. Daar hebben we nog lenzen en loepen. Ja, en verrekijkers. Ja. En wat heb je hier? Ja, wat demonstratie voor kleuren van zonnebrillen en zo. Ja. En er zijn hier ook lichtkoepels in gemaakt? Die waren er al. Oh, die waren er. Okay. Zaten er al, ja. Ja, kijk, dit moeten we nog inrichten, die kasten. We zijn natuurlijk nog niet helemaal klein. En schietbrillen voor de schietvereniging. Die hebben we. Daar ga ik binnen. Ook de schietvereniging Middelburg? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Daar ga ik binnenkort naartoe. Dus echt? Ja. Dat is wel. Ja. En veiligheidsbrillen, beeldschermbrillen, dat hangt hier dan allemaal. Ja, en dan hebben we hier zo Marjan.
Die doet de administratie, maar die ken je wel. Ja, Jutze, hallo. Dan zeg jij hier, ja, nou ben je de Sjaak. Ja, dit is jouw kantoor, joh. Ik mag hier zitten één dag in de week, dus... Ja, maar ja, dat tref ik je net. Ja, precies. Ja, goedemorgen, middag. Ja, dit is Kei-Bor, daar zit de grote baas. De grote baas en de refractieruimte. Dus Kei zijn post aan het, wegwerken. Aan het wegwerken van de afgelopen weken. Ja, en ben je tevreden over de gang van zaken afgelopen 8 weken? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Alles klopt op de detail. Dus jullie kunnen weer een jaar of 20 vooruit zo? Nou, iets minder. Ja, natuurlijk, over een paar jaar verzinnen we weer wat anders. Maar de grote basis is weer gelegd voor de aankomende meer dan 10 jaar zeker. Ja, precies. En hoe lang heb jij deze zaak al? Ik 10 jaar. Ben ik eigenaar hier en ik werk 26 jaar hier alweer. Oh, in het vak, ja. Dat is lang. Maar je hebt het nog steeds naar je zin? Elke dag nog. Ja. Hartstikke leuk toch? Ja, dat weet ik niet. Super, wel. Toch? Hartstikke leuk. Dat is heel goed. En dit is ook de kamer waar je metingen doet en dergelijke? Ja, we hebben 2 van dit soort ruimtes. Dit is wat uitgebreider en hiernaast iets minder uitgebreider. En hier doe ik contactlenzen aanmeten, slechtziende onderzoek en dat soort dingetjes. En ook de gewone meting, ja. Nou, het ziet er strak uit allemaal. Ja, goed hè? Ja, we doen ons best. Veel succes hier. Ja, en werk ze vandaag. Oké, gaan we in een andere ruimte? Ja, tuurlijk. Dan krijg je alles te zien. Dit is de tweede refractieruimte. Die is nog niet helemaal klaar. En dat is eigenlijk nog op de ouderwetse manier. Ja, dat ziet er een beetje anders uit. Ja, ziet er heel anders uit. En hierachter hebben we dan nog een werkplaatsje. En daar is niks aan gebeurd. Maar ook pro-tijd, dat heb ik wel. Dat was van vroeger dezelfde eigenaar, hè? Dat is veranderd. Ja. Nou, boven hebben we een magazijn. Er is weinig te zien. Geen leuke uitzichten daar of zo? Je hebt wel een klein stukje binnenstad, dat vind jij leuk, hè? Fotografeer ik wel even, hè? We zitten al aan de 7 minuten. Heb je nog een laatste boodschap voor de mensen? Geniet. Geniet van alles. Ja. Dankjewel.